Is geen product. Wisten jullie dat in Nederland 1 op de 8 kinderen jeugdzorg ontvangt? In welke vorm dan ook. En daarvan, van deze kinderen, 50.000 kinderen niet meer thuis wonen. En wisten jullie dat dat aantal niet daalt, maar helaas stijgt? Heeft er hier wel eens iemand te maken gehad met de jeugdzorg? Misschien niet zelf, ja. Maar misschien anderen. Zijn er ook mensen die er nog nooit... Geen beeld bij hebben, er helemaal niks mee te maken. Gelukkig, zou ik willen zeggen: gelukkig. Ja, ik ben Lesja Kop en ik ben van het Landelijk Verbond Gezinshuizen. En ik breng met vernieuwing gezond verstand in de jeugdzorg. Nou, ik zei het net al even: een kind is geen product. Maar we zien dat er wel een aantal problemen zijn in het systeem op dit moment van de jeugdzorg. En ik zou daar graag drie. He, drie in totaal willen benoemen. Eén is, het gaat over de problemen van het kind. Het gaat niet over de toekomst, maar over het probleem. Het tweede is, het gaat over dat het kind de regie kwijtraakt. Dat het kind niet meer zelf kan beschikken over wat is er het beste. En waar zou het heen willen in het leven. En het derde, het kind wordt een productcode. Ik zal zo uitleggen wat dat inhoudt. Nou, om een voorbeeld te geven bij het eerste probleem, het probleem denken maar gelijk dan, um, ga ik je een verhaal vertellen van een baby. En helaas is het echt gebeurd. Stel je voor, je hebt een klein mannetje van een maand of acht, er zullen wel meerdere mensen zijn hier met kinderen, en de tandjes komen op een gegeven moment door. Beroemd moment natuurlijk, veel huilen, moeilijke periode, ingewikkeld. Hè? Om te krijgen, hoe krijg je het kind weer stil? Hoe krijg je het kind weer rustig? En dit kind groeit op bij een gezin met twee jonge ouders die naar eer geweten natuurlijk proberen het kind het beste op te voeden. Maar helaas op een dag bedenkt de vader een oplossing om het kind te laten stoppen met huilen. En ik waarschuw: dit is schokkend, echt schokkend. De vader besluit om het kind te bijten. Over zijn hele lichaam. Die kleine schat is gebeten. Sterker nog, het jongetje heeft bite marks over zijn hele lichaam. En littekens die in zijn gezicht zijn hele leven zullen blijven. Om jullie gelijk maar even te gerust te stellen. Het gaat inmiddels goed met dit kind. Het woont in een veilig thuis. Zal ik zo nog iets over toelichten. Maar... Wat gebeurt er dan vervolgens? Want dit is erg zat. Maar wat gaat er dan om in het systeem in Nederland? Dan gaan we in problemen denken. Stel je voor dat het kind verslaafd raakt: drugs, alcohol. Stel je voor dat het in de criminaliteit belandt. Want ja, het kind zal een moeilijke toekomst tegemoet gaan. Iedereen zal hem altijd vragen naar zijn litteken. en hoe dit allemaal is gekomen. Dus het jochie zal een moeilijke toekomst. Wordt alleen maar gedacht in problemen, in plaats van. Wat als het wel goed gaat? He? Je kan je toch niet voorstellen, bij zo'n kleine schattige baby gaan ze nu al nadenken over drugsverslaan. Maar dit is wat er nu gebeurt in het systeem. Dus er wordt in problemen gedacht. Het tweede verhaal is de regie he? in de jeugdzorg. Stel je voor, je bent een jaar of 14, 15. Nou, de meeste kinderen vinden dan natuurlijk dat ze prima zelf weten, toch? Dan weet je prima wat er goed voor je is. Niet altijd, maar wat maakt jou dat uit? Dat idee heb je op de, die leeftijd wel. En sommige kinderen zijn wat eerder volwassen geworden. en hebben dat ook wel degelijk. Hè? Dus we hebben een dame van een jaar of 14, 15. Ook dit verhaal echt gebeurd. En um, zij groeit op in een gezin. met een zusje, papa en mama. En uh, vader is depressief, uh, heeft het moeilijk. Um, ja, ziet het leven somber in. En wordt opgenomen daarvoor, regelmatig. En in Nederland werkt het zo: je wordt opgenomen in een instelling op het moment dat je een gevaar bent voor jezelf, hè? Voor, of voor anderen. Nou, dan werd hij opgenomen en dan op een gegeven moment mocht hij weer terug naar huis. Dan was hij genezen, want hij deed niet meer, niemand op dat moment, wat aan en zichzelf ook niet. Dan kwam hij terug thuis. En dit meisje was het oudste kind thuis. En uh, moeder vond dat maar lastig, liep de deur uit en zij moest dat zelf opvangen. Dus ze was heel volwassen daarin geworden. Hè? Zij ging daarmee aan de slag. En tot haar grote verdriet en verbazing lukte deze man op een gegeven moment om zelfmoord. Te plegen. En Moeder hadden we al eerder geconcludeerd liep hè, weg letterlijk voor haar problemen. Dus dit meisje kon niet meer thuis wonen helaas. En uh, zij wordt uit huis gehaald. En eerst gaan ze dan in Nederland kijken. Is er iemand om het gezin heen, hè, een netwerk pleeggezin noemen we dat dan, die dit meisje kan opvangen. Dus dan kan je denken aan familie, vrienden, opa en oma. Mensen vast wel eens vaker gehoord hè, dat dat op die manier gaat. Dat was vroeger natuurlijk ook het verhaal. En in dit geval gaat ze naar de ex van haar oom. Iemand die ze niet of nauwelijks kent. Jeugdzorg hoort normaal een hele scan te maken hè, van wie is dit? Klopt dit gezin? Wat is hier aan dan? Vergeet binnen te kijken. Ik noem het maar even vergeet. Kunnen we nooit meer checken. Maar heeft niet gekeken hoe die situatie daar is. Maar meisje gaat daar naartoe. En heeft geen moment zelf kunnen aangeven. Wil ik dit wel? Wat wil jij? He? Wat wil jij nu verder? Wat denk jij dat een goede plek is? Ben je toch al veertien? Denk dat je prima in staat bent om dan in ieder geval te roepen. Dit is hoe ik dat zou zien. Of hier denk ik aan. Of dit vind ik belangrijk. Is haar niet gevraagd. Zij is geplaatst in dit gezin. En um, zij... Werd daar neergezet. En dan komen er gesprekken op gang met een voogd. Hè? Iemand die mee gaat kijken in het leven van dit meisje. En bij die gesprekken zou je dan hopen dat ze daar kon zeggen: van, Nou, ik voel me hier niet prettig. Ik denk dat het nog beter kan. Nee, die vrouw zat daarnaast, de ex. En de ex stuurde dat gesprek. Dus ze heeft nooit ruimte gehad om dat te zeggen. En ook dit, helaas. Is niet goed afgelopen. Ook hier zijn een aantal schokkende dingen gebeurd, helaas. Het meisje um, is misbruikt door de zoon van deze vrouw. Heeft ze niet kunnen vertellen. Ze is daarvan, leek het zwanger geworden, heeft de moeding af te pil moeten nemen met 15. En het allerergste waar het meisje nu nog steeds mee worstelt, ze is gedwongen om haar zusje. Te mishandelen. Een meisje van 15. Heeft hier iemand een puberdochter? Ja, dit gun je niemand, hè? En zeker niet zo'n meisje in deze leeftijd. En dit zijn. Dit zie je dus nu in de jeugdzorg. Die regie van het kind is volledig kwijt. Zij had dat heel anders gedaan. Nou, dan hebben we de eerste twee problemen. En dan heb je nummer drie de productcode. Ik zie jullie denken een productcode. Ja, in Nederland als we naar de jeugdzorg kijken, op het moment dat er iets is met een kind, komt er een productcode vast aan het kind en daar zit een zak geld aan vast. En van dat geld gaan we het kind helpen. Nou ja, of naar problemen kijken zoals we net schetsten en niet nou ja. maar in de basis productcode. Dus als we even terugdenken, de baby van net, die kreeg productcode 44A07. De pleegzorgcode. Het meisje, de puber van net, die kreeg de productcode 43A10. Een gezinshuiscode. Gelukkig ook met het meisje gaat het goed inmiddels. En de baby, om daar nog heel even op terug te komen, is misschien wel mooi. Voor mij is het altijd een beeld wat mij troost in jeugdzorg. Die woont bij een prachtige jonge vrouw mijn leeftijd, 34 jaar, en ik krijg in me nog het beeld dat ze op de arm staat. Het is een blonde Hollandse gezellige vrouw met een prachtig gemixt kindje op de arm, een soort modern Maria-beeld. Dus het gaat goed. Maar ik wil het jullie toch vertellen, om te laten zien wat er gebeurt in de jeugdzorg. Een kind is dus geen product. Een kind is de toekomst. Dat is waar wij het allemaal mee moeten gaan doen. En je hoort inmiddels hoe gepassioneerd ik hierover ben, waarschijnlijk. Voor mij is dit echt superbelangrijk. En ik kan me voorstellen dat je denkt, maar waarom heb je het hierover? Misschien is mij hier wat vreselijks overkomen. Nou, mijn ouders zitten daar en ik heb een prachtjeugd gehad. Ik heb het echt fantastisch gehad. Ik heb alle kansen gehad. Ik heb Absoluut regie gehad. Voor mij werd er niet in problemen gedacht en een productcode heb ik nooit gezien. Natuurlijk niet. Maar ik heb een andere reden waarom ik hier sta. Op mijn achttiende hoorde ik dat ik chronisch ziek was. En dat was best heftig. Daardoor hè, vond er een soort ingreep plaats in mijn leven. Er kwam een soort extra reden bij waardoor het mis kon gaan. Heeft veel invloed gehad op mijn leven. Ik heb het een tijdje kunnen vergeten. Ik had er geen last van. Het is een ziekte die zich openbaart in aanval. En ik kreeg geen aanvallen. Dus ik denk, nou, ik kan even weer verder. Totdat ik 5, 26 was. En toen kwamen de eerste aanvallen. En toen kwam gelijk ook de vraag: Wil je een kind? Ja, ik heb altijd gedacht: Van wel. Ik ben ook dat kleine meisje geweest, hè? Als kleuter. Sterker nog, ik wilde de koningin worden. Dat kan je mijn moeder vragen. Altijd, hè. Mooie grote jurk en alles. En uh, ik wilde trouwen en kinderen krijgen. En ik had zo'n soort beeld op mijn 25e. Dat was toch wel de uiterste datum. En inmiddels was het dat ook. Want als ik dat wilde, had het op dat moment gemoeten. Want toen was ik nog het meest fit. En we wisten, die ziekte die zou het niet beter gaan maken. hè? Niet dat het eindig is, maar wel he, die aanvallen, die putten je lichaam uit. Dus ik heb op dat moment een keuze moeten maken. Wil ik een kind? Denk ik dat ik kan bieden wat dat kind nodig heeft in het leven. Een warm thuis, een blik op de toekomst, he, deze wereld een stukje beter maken. En ik heb besloten, mede gelukkig door mijn moeder, die mij de ruimte bood en heeft gezegd, misschien moet je het wel niet doen. Misschien is dit wel niet jouw pad. Misschien komt er wat anders, en ik wist toen niet wat. Maar ik heb wel die beslissing genomen: geen kinderen voor mij. Maar ik heb die beslissing bewust kunnen maken. En de kinderen waar we het net over hadden, daar is geen bewuste beslissing over gemaakt. Die waren er. En die kinderen moeten wel de toekomst krijgen die ze verdient. En dan denk je misschien: dit is een droevig verhaal. Ja, tot op zekere hoogte. Maar ik heb de luxe deze kinderen waar ik het net over had en waar ik aan bijdraag is een veilige plek voor deze kinderen. Dus ik heb niet geen kinderen, ik heb er 600 en pracht kinderen kan ik jullie vertellen. En die gaan de toekomst bieden voor deze wereld, want ik help gezinshuizen, dus bestaande gezinnen, waarin zo'n kind een plek krijgt en kan kijken hoe een, hè, een gezin wel werkt en waar je wel een kans krijgt. En ik begeleid deze gezinnen en ik help ze in de opstart en ik ondersteun ze. En ik heb al 150 van deze gezinnen geholpen in de opstart. Dus vandaar vier kinderen per 150. 600 kinderen heb ik. Nogmaals, prachtkinderen. Dus ik wilde daarmee ook zeggen dat het goed komt. Nogmaals, een kit is dus geen product, maar een blik op de toekomst. Maar stel je eens voor, hè? Iedereen heeft een vaas in de kast. Nou, ik niet. En vooral mijn schoonmoeder weet prima waarom niet, want ik kan niet met bloemen omgaan. Vraag maar aan haar. Ze begint al te lachen. Alle bloemen rij ik rechtstreeks door maar naar mijn schoonmoeder om ze in te leveren. Maar goed, de vaas in de kast. Iedereen heeft een vaas. En stel op een dag valt die op de grond in stukjes. Stuk. Maar je denkt, het was zo mooie vaas. Dus je gaat aan de slag met lijn en je denkt, ik zet hem weer in elkaar en ik maak er een vaas van en ik zet hem weer terug en je kijkt naar die vaas, maar nog steeds stuk. En dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt met de kinderen in de jeugdzorg. Je kan ze wel repareren, maar er blijft, hè, er blijft een stukje stuk. Maar wat het wel is, het blijft een mooie vaas, het blijft een kans, het blijft een toekomst. En dat is hoe ik graag zou willen kijken. Naar deze kinderen. Wat wil ik nou van jullie hierin? Wat ik zou willen is dat iedereen met zijn eigen creativiteit en doelgerichtheid gaat nadenken over wat wil ik voor de kinderen van deze wereld en met name de kinderen in de jeugdzorg. Hoe zie ik dat? En twee, spreek je daarover uit. Ga hardop zeggen hoe jij vindt dat de wereld voor deze kinderen in elkaar zou zitten. Hoe kunnen zorgen dat zij onze toekomst gaan zijn en dat ze daar ook een mooie plek in vertegenwoordigen en uit kunnen gaan van hun kracht. En als derde, ik wil dat jullie zo naar buiten gaan. En in plaats van zegt. hey, nou dat was leuk, hè. en begint over wat je misschien doet of wat je hebt gezien, daar degene tegenover je zegt en zegt: ik ben Piet en ik vind dat elk kind recht heeft op de toekomst, of wat je dan ook vindt. Bedankt voor de aandacht.